Als je hetero zou zijn, hoe zou je leven er dan uitzien? Had je aan het begin van het jaar niet gezegd dat er iets spannends ging gebeuren dit jaar? Is dat al gebeurd of wanneer gaat dat gebeuren? Wat vind je van het gedoe rondom Fred van Leer's sekstape? Voel je wel eens ongemakkelijk om geld te vragen voor je video's? Heb je wel eens betaald voor een OnlyFans? Deze vraag is heel veel binnengekomen. Ga je vlogmas doen dit jaar? Ik wilde deze Q&A eigenlijk buiten opnemen in het bos, omdat het daar zo mooi is nu. Maar ik krijg vandaag 3 pakketjes binnen van verschillende bezorgers op verschillende tijden. Dus ik kan het niet riskeren om niet thuis te zijn. Ik durf al bijna niet te douchen eigenlijk. Want als jullie deze video zien, ben ik morgen jarig. En omdat ik het niet echt kan vieren, dacht ik, ik trakteer mezelf op wat leuke cadeautjes. Dus ik kon niet naar buiten, dus toen dacht ik, wat is dan een leuk plekje in mijn huis waar ik nog niet zo vaak heb gefilmd. En ik ben, sinds ik dit tafeltje heb, echt weer helemaal verliefd op mijn lamp van Brokis. Als je me op Instagram volgt, dan heb je al gezien dat ik gisteren ook een foto op deze plek heb gemaakt. Bramdewijs.nl. Dacht ik, nou, ik kan voor deze Q&A hier ook wel gaan zitten. Ik heb op YouTube en op Instagram gevraagd of jullie vragen voor me hadden. En daarvoor ga ik er nu een stuk of 10 beantwoorden. En ik ga nog een paar extra vragen beantwoorden, speciaal voor Team Kijk Maar Even, in een extra video. Dus als je die wil zien, check even kijkmaareven.com en kom bij Team Kijk Maar Even. Alright. En Roos stelt meteen de moeilijkste vraag van alle vragen. Hoe gaat het eigenlijk met je op het moment? Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik vond dat het afgelopen jaar een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat het niet zo goed ging of een beetje wisselde. Maar ik voel me eigenlijk wel goed. Ja. Het is nog een beetje onwennig om te zeggen. Voor mij heeft deze coronacrisis, naast een hoop gedoe en afzeggingen en dingen die niet zo leuk zijn, ook wel veel rust gebracht. Thuiswerken bevalt me bijna altijd heel goed. Ik voel gewoon wat minder druk van buitenaf. Heel veel dingen die ik niet zo leuk vond, gaan ook niet meer door. Dus dat is best wel prettig. En het heeft me ook wel veel tijd gegeven om na te denken over mezelf en over mijn leven. En als je veel tijd hebt om na te denken, kan het natuurlijk ook helemaal de verkeerde kant op doorslaan. Maar in mijn geval heeft dat erin geresulteerd dat ik me goed voel. Sekspraat vraagt, waar zou seksuele voorlichting op school over moeten gaan? Ik heb nooit seksuele voorlichting gehad op school, geloof ik. Ja, wel een soort van zo'n project over lentekriebels. Dus ik weet niet precies wat er nu in zo'n voorlichtingspakket zit. Maar ik vind natuurlijk dat er iets in zou moeten zitten over LHBTQIA+'ers. En dan niet alleen maar voor degene in een klas die zich daardoor aangesproken voelen, maar ook juist voor alle hetero's in de klas die daardoor iets beter snappen hoe het zit, hoe het werkt, wat de terminologie is. Zodat het vanaf de basisschool al genormaliseerd wordt. En ik denk dat dat weer heel veel discriminatie en moeilijke coming-outs zou kunnen voorkomen. En misschien zijn er mensen die nu kijken die recentelijk seksuele voorlichting hebben gehad op school. Ik vind wat erin zou moeten zitten is dat seks vooral ook heel leuk is. Dus dat het niet alleen maar gaat over SOA's en over ongewenst zwanger zijn en voortplanting überhaupt. Maar dat vooral ook wordt verteld dat het heel erg plezierig kan zijn en dat het niks is om je voor te schamen als je heel graag seks hebt. Saline vraagt, heb je wel eens vergist dat je Jelle Jesse noemde? De namen lijken natuurlijk erg op elkaar. Nee, dat overkomt mij nooit. Jelle wilde ons nog mee de heuvel opnemen. Je weet dat je Jelle zegt, hè? Godver. Nooit gebeuren. Jermaine vraagt, wat is jouw favoriete podcast van dit moment? Dat is een leuke. Ik heb echt een goede tip, denk ik, als je een beetje van muziek houdt. Maar wie houdt er nou niet een beetje van muziek? De podcast heet Weird Hit Wonder en wordt gemaakt door Atze de Vriezen van 3 voor 12 van de VPRO. Het gaat over liedjes die ooit een enorme hit zijn geweest. Meestal van artiesten die daarna nooit meer een hit hebben gescoord. Waarvan het eigenlijk een beetje raar is dat dat een hit is geworden. Waar een vreemd verhaal aan vastzit, hoe dat zo is gekomen. En Atze interviewt dan eigenlijk allemaal mensen. Hij maakt eigenlijk een soort mini-docu met allerlei mensen die daar toen bij betrokken waren. En de nieuwe die gisteren online kwam gaat over One Day Fly. Zo'n hit van Kopspijkers Cabaret. Maar daardoor gaat hij ook over Chaotic, Starmaker, zeg maar. En dat is voor mij echt jeugdsentiment. Dus ik vond dat een hele leuke aflevering. Dus tip, Weird Hit Wonder. Deze vraag is heel veel binnengekomen. Ga je vlogmas doen dit jaar? Niet zoals vorig jaar dat ik iedere dag een video ga maken. Dus dan is het antwoord nee, denk ik. Maar ik ga wel
vanaf nu, vanaf deze week, iedere week 2 keer uploaden. Dus 2 video's maken. Een vlog en een ander soort video, zoals deze week dus. De vlog over de Efteling en deze Q&A. Volgende week in de vlog gaan Jelle en ik eten bij Bonnie en Nick in Rotterdam. Die komt dan donderdag online en op zaterdag komt dan een video over al mijn planten online. Ik vond iedere dag een video maken heftig. En niet zozeer omdat het me praktisch niet lukte, want ik kan best wel snel editen. Ik vond het pittigste dat ik op een gegeven moment gewoon een beetje door mijn verhalen heen was. Dus dat ik heel erg op zoek ging naar andere mensen die iets te vertellen hadden, die iets interessants hadden. Wat op zich natuurlijk leuk kan zijn, maar daarin verloor ik me af en toe een beetje door dat haastige tempo. En ja, dat voelde af en toe niet helemaal goed. En er zijn ook wat dingen gezegd door mensen die er achteraf een beetje spijt van hadden. Dus ik vind het toch lekkerder als ik even rustig een video kan maken die aan iedereen kan laten zien die erin zit. Dat iedereen er heel blij mee is en dat die dan pas online gaat. Maar dus wel 2 video's per week vanaf nu. Gertje vraagt, wat vind je van het gedoe rondom Fred van Leer's sekstape? Ja, wat kun je daarvan vinden? Uiteraard is het vreselijk als je in een geile bui zo'n video maakt in een privé-setting en dat dan openbaar wordt. Dat is voor, ja, dat is denk ik voor iedereen verschrikkelijk. Hey, pakketje. Hey. Hey, zo. Ik twijfel, jongen. Dankjewel. Alsjeblieft, man. Hoi. Ik ga natuurlijk in een aparte verjaardagsvideo even alles rustig uitpakken en laten zien, maar dit is een van de pakketjes. Waar was ik? En het is natuurlijk echt niet oké om iemands privé-seksvideo's en nudes door te sturen. Ja, verder weet ik niet veel over te zeggen. Alleen het naarste vond ik nog wel. Ik zag een paar mensen op Instagram en op Twitter helemaal losgaan. Helemaal heilig doen van, oh, belachelijk dat je dit doorstuurt naar mensen. En dit is privé en je moet niet kinkshamen. En zo helemaal met het vingertje zo wijzen van, dat mag niet. En het waren net precies die mensen waarvan ik toevallig weet dat zij die video volop hebben doorgestuurd en er enorm om hebben gelachen met z'n allen. En dat schijnheilige, daar word ik echt zo kwaad van. Oh, hou daar gewoon je bek erover. Hoe minder aandacht er voor zoiets is, hoe beter, lijkt me. Tot slot het laatste wat ik erover wil zeggen. Zonder dat ik wil victim blamen, is het denk ik toch ook weer een les voor iedereen die graag dit soort video's maakt of foto's nudes doorstuurt of graag cybersseks heeft. Zorg dat je dat op een veilige manier doet door bijvoorbeeld je hoofd niet in beeld te brengen of andere herkenbare dingen zoals tatoeages. En vertrouw ook niet 100% op iets als Snapchat, wat natuurlijk heel handig is hiervoor omdat foto's weer verdwijnen. En je krijgt een notificatie als iemand een screenshot maakt. Maar ik heb wel eens gehad, een paar jaar geleden, dat ik een ondeugende foto naar iemand stuurde. En die maakte een screenshot. En ik kreeg wel een notificatie en ik kon dus wel zeggen van, hey, hallo, dat was niet de bedoeling. Maar ja, hij had wel een screenshot gemaakt. Dus als we hier met z'n allen iets van kunnen leren, dan is het, heb plezier met elkaar, maar wees voorzichtig. This Girl Is On Fire vraagt, wat is het leukste wat je het afgelopen jaar over jezelf geleerd of ontdekt hebt? Dat is wel een leuke vraag, omdat ik dus over 2 dagen jarig ben. Dus ik was al een beetje aan het nadenken van, nou, wat heeft mijn 36e levensjaar mij nou eigenlijk gebracht? Ik weet niet of ik echt nog iets heel nieuws heb ontdekt of een heel nieuw inzicht heb gekregen. Volgens mij is het meer zo dat op mijn leeftijd dat je dingen die je eigenlijk toch al wist, dat je daar opnieuw tegenaan loopt en denkt, oh ja, dat moet ik niet meer doen. Of, oh ja, zo zit dat. Desondanks zal ik waarschijnlijk nog mijn hele leven in dezelfde valkuilen blijven trappen. Maar dan denk je in ieder geval, oh, deze situatie ken ik. Dan moet ik niet dat en dat doen, maar dat en dat doen. Dan kom ik er weer bovenop. En zo heb ik dit jaar denk ik opnieuw ontdekt dat ik toch weer sterker en veerkrachtiger ben dan ik dacht. Het is natuurlijk altijd heel erg mooi als je uit een dipje of uit een depressie kruipt en je realiseert je, wow, ik kan dit gewoon, ik heb dit gewoon gedaan. Dat is denk ik een belangrijk inzicht van dit jaar. En een ander inzicht heb ik verteld in mijn Efteling video van donderdag. Ja, dat is een lang verhaal, ga die maar even rustig kijken. Linkje in de hoek. Dit is een leuke vraag van Michael. Hoi Bram, hoe ziet jouw lievelingsdag eruit? Dat is grappig, want daar heb ik natuurlijk de afgelopen maanden heel veel over kunnen nadenken en mee kunnen experimenteren dankzij corona. Want ik kon natuurlijk de afgelopen maanden mijn dagen eigenlijk vrijwel zo inrichten zoals ik wilde, behalve dat je niet zoveel sociale dingen kon doen of op reis kon gaan of zo. En ik heb in eerste instantie geprobeerd hoe ik het vond als ik gewoon de hele dag vrijwel niks zou doen. Dus even heel snel, heel kort werken en dan lekker op de bank chillen. Daar werd ik niet zo heel vrolijk van. Ik heb geprobeerd hoe het is als ik de hele dag keihard werk. Dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, diep in de nacht. Werd ik ook niet zo heel vrolijk van. Dus een ideale dag heeft voor mij echt de balans van lekker niksen
Een beetje video's kijken, een beetje films kijken, een beetje hangen op de bank. Een beetje bewegen, naar buiten, wandelen, fietsen, hardlopen. Veel met Kai knuffelen, daar werd ik heel vrolijk van. En iets productiefs doen. En dat hoeft niet per se altijd werk te zijn. Het kan ook de vaatwasser inruimen zijn. Of een video opnemen zoals deze. Maar ik vind het wel lekker om aan het einde van de dag een soort voldaan gevoel te hebben van... ik heb iets gedaan. En iets sociaals doen, dat hoeft voor mij niet iedere dag, maar mag ook om de dag... gewoon iets met je vrienden, iets met mijn familie, wat mensen spreken. Ik dacht altijd dat ik heel makkelijk heel lang alleen kon zijn, maar ik heb nu toch wel ontdekt dat ik er veel baat bij heb als ik ook af en toe wat mensen spreek. En veel slapen, tenminste genoeg slapen. Gewoon lekker veel 8-9 uur pakken per dag vind ik belangrijk. Dus dat zijn de ingrediënten en hoe die dan zijn ingedeeld, dat moet echt wel iedere dag anders zijn, anders ga ik me vervelen. Dus ik hou van routine, maar ik hou niet van voorspelbaarheid. Dus dat hangt een beetje af van hoe ik me die dag voel. Lau vraagt, wat wilde je vroeger worden? Archeoloog of Michael Jackson? Boy vraagt, voel je wel eens ongemakkelijk om geld te vragen voor je video's? Nee, ik vraag in principe geen geld voor mijn video's ook. Hè? Ik weet niet of mensen dat denken, maar je kunt deze gewoon gratis bekijken. En dan roep ik natuurlijk af en toe op om bij Team Kijk maar even te komen. Maar niemand is verplicht, dus ik voel me daar niet... ongemakkelijk bij. En ik vind het ook wel belangrijk dat mensen leren en snappen dat goede content, goede video's en podcasts en artikelen, dat geld kost. Dat het tijd kost om te maken en dus geld. Ik denk dat veel kranten spijt hebben gekregen van hun beslissing ooit om alles maar gratis online te gooien. Dat zie je nu ook omdat heel veel dingen weer achter een paywall zitten. Ik ben wel een beetje bang dat veel podcastmakers en veel YouTubers eigenlijk weer een beetje diezelfde fouten aan het maken zijn. Door alles gratis online te zetten. En kijk, als je miljoenen views per week hebt, dan kun je makkelijk leven van advertentieinkomsten, maar die heb ik uiteraard niet. Het is ook niet echt een ambitie van mij om video's te gaan maken die miljoenen views scoren, als je ziet wat er op YouTube miljoenen keren wordt bekeken. Dus dan is een donatiemodel, zeg maar, zoals Patreon en PetjeAf, denk ik een hele goede oplossing voor wie dat wil. En ik kreeg wel eens commentaar van vrienden die zeggen van... iedere video zit je weer te smeken om geld. En ik snap dat als je het irritant vindt dat ik dat doe... dat het dan misschien heel veel lijkt. Maar ja, ik probeer het wel echt een beetje te doseren. Dus laat het me ook gerust weten als je het te veel vindt of als je het vervelend vindt. Het is ook een beetje zoals als reclames op tv vroeger. Weet je, je vindt ze niet leuk, maar je snapt ook wel dat ze nodig zijn... om te maken waar je wel graag naar kijkt. Rick vraagt, wat zou je doen als je een dagje Kai zou mogen zijn? Nou ja, dat is duidelijk. Iedere dag als hij zo wakker wordt op mijn bed of op de bank of op het kleed, ligt hij te slapen. Dus slapen. En ik ben altijd heel jaloers op hoe goed een kat kan ontspannen. Een kat die zo helemaal ondersteboven ligt te genieten van het niks doen. Dus dat. Bassie vraagt, heb je wel eens betaald voor een OnlyFans? Ja, een paar jaar geleden was er zo'n een jongeman op Instagram... die ik volgde, die ik heel knap vond. En die ging ineens een OnlyFans beginnen. Toen dacht ik, daar moet ik lid van worden. Want ik vind over het algemeen pornoacteurs niet zo aantrekkelijk. En dat verpest het dan soms een beetje voor me. En die jongen uploadde geloof ik 3 of 4 keer een foto en een filmpje. En toen kreeg hij verkering en zijn vriend vond het volgens mij niet zo'n goed idee. Dus ze stopte die weer. En sindsdien heb ik OnlyFans een beetje links laten liggen. Maar in principe vind ik betalen voor je porno... wil ik zeker aanmoedigen. Het is gewoon iemands werk. En wat dat betreft is OnlyFans denk ik een mooie laagdrempelige manier om te betalen voor iemands pornowerk. Bassie vraagt ook, krijg je vaak voorstellen voor een betaalde samenwerking? Nou, eigenlijk al best wel lang niet meer. Het zal misschien ook met de corona te maken hebben, maar eigenlijk valt het de laatste tijd wel mee. Af en toe nog een beetje suffige dingen. Dat ik denk, ja, waarom klop je bij mij aan? Maar het is toch alweer een tijdje geleden dat er echt een leuk bedrijf op me afstapte met een goed voorstel. En dat is denk ik een gemiste kans, want ik heb natuurlijk niet het grootste kanaal van YouTube, maar ik heb wel super trouwe kijkers. En ik hoor altijd van jullie als ik iets heb getipt in mijn video of ik heb een product laten zien of zo, dat jullie dan dat ook allemaal massaal gaan proberen. Dus bedrijven, stuur me een mailtje. Jelle Volbert vraagt... wat is je favoriete locatie om lekker zen/rustig te worden? Ja, dat is overduidelijk het bos hier bij mij om de hoek. En dan vooral het maïsveld, waar nu geen maïs meer staat. Omdat het zo lekker dichtbij is. Maar eigenlijk vrijwel iedere vorm van natuur waar niet te veel mensen zijn, kan ik erg zen van worden. En mijn bed. Hele fijne plek.
kijk er nu alweer naar uit om er vanavond lekker in te gaan liggen. Zeno vraagt, als je hetero zou zijn, hoe zou je leven er dan uitzien? Zoals het leven van mijn broer. Vrouw, kinderen, goede baan, mooi huis. Ik zou het helemaal voor elkaar hebben. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, omdat ook als ik hetero zou zijn, zou ik nog steeds Bram zijn. En zou ik dat misschien nog steeds allemaal niet willen. Maar je zou je ook kunnen afvragen, heeft mijn homoseksualiteit ook andere onderdelen van mijn karakter gevormd? Bijvoorbeeld het feit dat ik wat eigenzinnig ben of dat ik me niet wil aanpassen aan wat de maatschappij van me verlangt. Heeft dat te maken met mijn homoseksualiteit of zijn het twee losse dingen die toch al in mij zaten? Dat weet je natuurlijk niet. Ik denk wel dat ik over het algemeen misschien iets zorgelozer zou zijn. Maar ja, aan de andere kant, dan zijn er natuurlijk wel allerlei andere dingen die ik in mijn hoofd haal. Dus misschien niet eens zo anders, behalve dat ik dan waarschijnlijk een rijbewijs had. Deze vraag is heel vaak binnengekomen en terecht eigenlijk wel. Marley stelt hem nu. Had je aan het begin van het jaar niet gezegd dat er iets spannends ging gebeuren dit jaar? Is dat al gebeurd of wanneer gaat dat gebeuren? Ja. Maar 2020 wordt wel een heel bijzonder jaar voor mij. Dat weet ik eigenlijk nu al zeker. Het is een beetje gênant eigenlijk. Dat ik heb volgens mij in de eerste vlog van dit jaar een klein beetje geteased naar... Dit jaar ga ik een belangrijke beslissing nemen die veel invloed gaat hebben op mijn leven. En dat was niet per se bedoeld als een soort cliffhanger, maar meer iets waar ik zelf erg naar uitkeek dit jaar. En het jaar is nu bijna voorbij en ik heb er niks meer over gezegd. Het goede nieuws is dat ik heb die knoop doorgehakt. En dat heeft volgens mij wel goed uitgepakt. Maar door corona is ook alles anders dan ik het van tevoren had bedacht. Ik ben nog een beetje aan het uitvogelen of dit nou is wat ik voor ogen had of niet. En hoe ik me er nou precies bij voel. En het bevalt me eigenlijk heel goed om dat met mezelf te doen. Het is eigenlijk wel lekker dat er niet een soort wereld omheen is die daar allerlei vragen over stelt of er meningen over heeft. Dus dat is de reden dat ik er ook nog steeds geen video over heb gemaakt. Wat ik heel graag wilde doen, want ik keek er erg naar uit om het de wereld in te gooien. Dus die video komt er ook zeker, maar misschien pas over een paar maanden. Want op dit moment voel ik me dus heel prettig bij dat het nog een beetje zo in besloten kring is. En dat ik gewoon even lekker de tijd heb om te voelen hoe het voor mij is. Sorry als dit weer allemaal klinkt als een soort teaser, zo is het echt niet bedoeld, maar ja, ik wil wel graag je vraag beantwoorden. Goed, dat waren alle vragen. Althans, dat waren alle antwoorden op de vragen. Heb je er nog niet genoeg van? Check dan even de bonusvideo voor Team Kijk Maar Even op kijkmaareven.com. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt. Tot de volgende. Kijk maar even. Doei. Oh, push. Nee, niet doen. Oh.